De Nationale Voorleesdagen zijn weer begonnen. Op de website van de Nationale Voorleesdagen zijn prachtige digibordlessen en andere materialen te vinden. Helemaal gratis. De les waar ik het meest enthousiast over ben is Piep wil oversteken. In deze les zitten twee verschillende spellen. Piep wil naar de overkant, maar het licht is rood. Dus hij moet wachten. Luister maar goed, dan hoor je welk voertuig er aankomt. Klik dan op het goede plaatje. Mag Piep nu oversteken? Als de kinderen alles goed hebben gedaan, is het volgende spel zeker een uitdaging. Daarbij wordt het auditieve en visuele geheugen geprikkeld. Kun je zien welke voertuigen er langs rijden? Als je op het goede plaatje klikt, springt het verkeerslicht op groen. Wil je het nog een keertje zien? Klik dan op de knop met de ronde pijl. Zo, gelukkig, Piep kan oversteken. Wil jij nog meer van die leuke digibordlessen? Ga dan naar de website van de Nationale Voorleesdagen. Daar klik je op basisschool en klik op login voor extra lesmateriaal. Hier kan je een account aanmaken. Kijk in de map van de Nationale Voorleesdagen voor het wachtwoord die je hiervoor nodig hebt. Je vindt hier allerlei lesmateriaal voor de top 10 prentenboeken van dit jaar. Waaronder ook nog een geweldige digibordles van Boer Boris gaat naar zee en van het Boekenliefje. Speel deze digibordlessen op je digibord of computer. Maar wist jij ook dat het sinds kort ook op de iPad kan? Binnenkort meer op meesterzander.nl.